voor jou alleen in beslag en bovendien brengen de mensen hier in de war. Zoals ik al zei, neem mijn lectuur uit. Als je zo dom tegen mij aansluit, dan zal ik je moeten vragen om dit deel als zelfstudie te beschouwen en voorlopig de klas te verlaten. Maar ik wil gewoon dat je naar me luistert. Ik kan begrijpen, Sam, dat jij al heel jouw leven kampt met een autoriteitsconflict en dat je dan maar een café bij kan uitlaten omdat je daar niet meer mee omkomt. Maar ik heb geen tijd om daar dieper op in te gaan, dus daar is het leuk, Sam! Wel fijn, geef je cursus eens. Een vlugcursus. En ik ga elke letter lezen en ik zal ook bewijzen dat je ongelijk hebt. Sam, het is geen machtsstrijd hier, hè? Ik probeer alleen maar mijn cursus te geven. Ja. Dank je wel. Oh, maar zo moet toch altijd weer. Niet aan projectie door de deur! Fine! Ja, zo ziet u maar, dames en heren. Deze cursus is niet voor iedereen weggelegd, hè? Soms zijn het dingen uit het verleden die ons parten spelen, of gedragspatronen die zich blijven herhalen. Of soms kunnen mensen de realiteit gewoon niet aan, hè? Maar wij moeten door. We zullen even een korte pauze inlassen. En dan zie ik jullie na de pauze weer met het deel over seks. Alvast een voorsmaakje, de slide.